allemaal en hartelijk welkom. Wij zijn de middeleeuwse muziekgroep Datura. De liedjes die u hier hoort, die zijn ooit honderden jaren geleden opgeschreven geraakt. En van die perkamenten van weleer spelen wij vandaag de dag nog steeds de muziek. We zitten even te denken welk liedje we gaan doen. We hebben twee jonge studenten hier. Ja? En die hebben een verzoeknummer. Ja. Ja, dat krijg je niet vaak, zeker voor zulke jonge gasten. Maar ze zaten op welke school zitten jullie ook alweer? De Vesten. De Vesten, ja precies. Zij zijn bij van de nieuwe Vesten. Of de Vesten. De nieuwe. De nieuwe. En wat wilden jullie horen ook alweer? Is in het Oud-Noord. En ik durf verder dat ze weten waar het over gaat. Oh, kijk. Nou, dat is hard. Liep naar het huis en roofde de maag dat uit haar bed. Hij nam haar onder de arm en sleurde haar mee. Meteen een veel voorkomend probleem in Noorwegen, vooral in het noorden. Dit moet een watertrol geweest zijn. Wieleman was woedend. Zijn bruid was weg en hij ging die trollen de zeven morgens leren. Nou, jullie hebben de clue al gehoord. Zijn allerkrachtigste wapen was zijn harp. Want Wieleman had een magische harp. En als hij daarop speelde, dan betoverde hij mensen, dieren, planten en hopelijk ook trollen. Trol omhoog uit het water, getoverd door de muziek. Het maagneld nog steeds onder zijn arm. Wieleman speelde en speelde. En de trol liet maagneld los en liet haar gaan. En wat deed Wieleman? Hij pakte de harp, tilde hem boven zijn hoofd en sloeg hem stuk op de trol. Bam! De trol was in 35 plakjes gesneden. En ze hadden gelijk een plakje trol voor de bar. Ja, dat is niet op. Haat hij ook?
taart zei, ja, maar die appeltaart is niet voor mij. En daar, uit het bos, de bladeren barsten elkaar. Bam is aangerend zo snel dat Jules niet eens van zijn spaten afstappen. Het is sterk gemaakt. Nee, in de winterverte is niet aan te raden. Ja, in ieder geval toch wat rollen voeren. Vanwege het vrieskou. Wij noemen dit ook wel het inblikken van de ridder. En u gaat zo meteen heel duidelijk zien waarom dat zo... Maar zo redden we plassen dan. Sorry? Ging jij dat vroeger moeten plassen dan? Voordat Jonas aan de wand. Even hier gaan we wat even. Zodra het ontzettend spannend is, dan wordt het even uitgeschakeld. Dus als het de weg over is, zegt je lichaam, nou dan is het nu tijd voor onderhoud. Achterkant boven. Alweer een uur. Ik ging het ook al bijna. Die gaat uit, die gaat vechten. Wat deel je nou? Wat ik voor kinderen vaak vergelijk is als je uit het slapen gaat, dan heb je een hele tas voor elkaar. Mama. Voor drie, kijk, we zijn echt prachtig op tijd. Super. Ja? Maar, en zo? De enige idee hoe lang je daarover doet? Zonder zijn nog? Of tegen? Hoeveel tellen? 3, 2, 1, 1. Nee, hè? Oké, zijn jullie een beetje klaar voor, soldaten? Ja! Ik ben niet klaar voor! Als nou eens even een schild kwam, ga jij nou eens voor hem staan? Ja. Ik ga je tussen staan. Zo ja. En dan ga jij, jongetje, gaat voor hem staan. Juist. En jij gaat voor hem staan. Okay. Ja. En nou gaat de schildman gaat de speerman verdedigen en de speerman de schildman. En zo gaan jullie een beetje samenwerken. Want net was het een beetje rommelig. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ook te veel naar voren stellen, want je moet natuurlijk ook de speerman verdedigen. De speerman blijft bij de schildman. Je moet elkaar helpen. De schildman je moet wat meer naar voren. Niet de... Oh, schildman, jouw schildman. Ik kan er ook doorheen kijken. Kom maar.
daar wel weer aan toe. Dames en heren, welkom op mijn verjaardagsfeestje. Ik word vandaag 35. Er mag geapplaudisseerd worden. En voor deze speciale gelegenheid heb ik een cadeau voor u. Normaal gesproken moet je natuurlijk als jarige uitdelen. Nou, dat doe ik bij deze dan ook. En ik heb speciaal voor u 3 ridders meegenomen die hier heel gezellig elkaar te herzien slaan. Ja, ja, ja. En nou, dat wordt natuurlijk een fantastisch spektakel. En voordat wij daarmee beginnen, wil ik u graag even de ridders aan u voorstellen. En als eerste hebben wij hier, geachte heer, wat is uw naam? Arthur van Utrecht. Arthur van Utrecht! Zeer bekwaam met het lange zwaard, maar zeker geen vreemde met de dolk. En als tweede hebben wij hier, geachte heer, wat is uw naam? Jan van der Dussen. Jan van der Dussen, dames en heren. Een krijger puur sang. En zoals u ziet, met zijn strijdhamer op de lange steel zal hij zijn tegenstanders vermorzelen. En dat is wat u wilt zien natuurlijk. Toch? Nou, daar mag wel wat meer enthousiasme bij het voorstellen van de derde ridder. Heer, wat is uw naam? Arnold van Goor. Ah, de enige echte Arnold van Goor. En Arnold van Goor is het bewijs dat ook ridders op latere leeftijd nog best een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Daar heb je wel een strijdpijl voor nodig, maar... Mevrouw, zou je zwaar. Nou, u wilt natuurlijk graag zien hoe deze heren met hun wapens elkaar de hersens inslaan, maar voordat wij daarmee zullen beginnen, willen wij u eerst eens laten zien wat je allemaal in zo'n harnaskamp. Want we hebben zojuist in ons kampement de ridders hun harnassen aangetrokken en heel veel mensen vroegen aan ons, maar wat kun je nou eigenlijk in zo'n harnas? Het syndroom van... Nou, best veel! Ah, ja, heel belangrijk voor de veiligheid. Dames en heren, zou u alsjeblieft achter de palen plaats willen nemen en ook geen handen en armen over de omheining willen laten schingen. Ook geen kinderen alsjeblieft. En houd alsjeblieft uw kinderen in de gaten. Ja, nou, om eens te laten zien wat zo'n ridder in een harnas kan, heren, mag ik jullie vragen even een rondje te lopen? Een heel rondje. Een heel rondje in looppas, hè? Oké. Jullie hebben je punt gemaakt. Maar ik heb hier en daar wat beloftes gedaan. Ik zou een ridder laten touwtjes springen. Touwtjes springen in harnas. Wie denkt dat het kan? Wie denkt dat het niet kan? Heb ik nog nooit gedaan. Niet? Nog nooit gedaan. Nou hebben wij een touwtje bij ons.
Zouden ze het kunnen? Nee? Ja? Denken jullie van wel? Ja? Ja, ik denk van niet. Denken jullie niet dat... Oh, joh, kijk dan! Ja, maar nu moet hij natuurlijk ook nog, hè? We hebben gezien dat het kan. Deze heer heeft het laten zien. En dat op leeftijd, hè? En dat op leeftijd, dames en heren! Ja. Maar de jonge garde laat zich natuurlijk niet zomaar overtroeven. Ja, jammer. Koudje te kort, maar... Hij gaat het gewoon nog een keer proberen. Ik denk dat er gewoon te veel uitstekende delen zijn van Red Hart. Ja. Dan meen ik het goed gemaakt. Ik weet namelijk dat, dat Arthur van Utrecht meer van het fysieke is. En ik vraag mij af, heer van Utrecht, opdrukken. Kan dat? Dat kunnen wij verlezen ontzettend goed. Ja. Ah, de Valees kunnen het. Laten we zien. Want ja, ridders zijn natuurlijk nooit alleen. Die hebben hun schildknapen bij zich. En die schildknapen die doen van alles. Reparaties uitvoeren. Opdrukken, dat kunnen ze ook heel goed. Maar, ja. Maar, heer van Utrecht, men is hier natuurlijk voor u gekomen. Laat het zien. Dan moet ik helemaal op de grond gaan liggen dus. Ja, dat klopt. Zou het lukken? Ja. Kijk eens. Nou, en als we dan gaan kijken wat ridders nog meer kunnen, dan komen we er natuurlijk vanzelf bij de wapens. En in de middeleeuwen was vechten echt niet alleen maar hakken. Nee, daar zat heel veel techniek in. En daarom wil ik de heren vragen om eens wat te laten zien van die technieken. Nou zie ik dat heer van der Dussen en heer van Goor al wapens in de handen hebben. Heren, zouden jullie eens kunnen laten zien wat het is om met zo'n strijdbijl te vechten. Dames en heren, dit is als demonstratie het inslaan van de hersenen gaat zo meteen gebeuren. Heel goed. En volgens mij ruiken om mensen mee te laten struikelen. Klopt dat? Kijk, er wordt achter de knie gehaakt. En vervolgens... Nou, ik ga het niet aan of aan dat ding trekt, dan valt hij op de grond. Ja. Zonder helm niet doen. Nee, zonder helm zullen we dat maar niet doen. Wat kun je nog meer met dit wapen? Eigenlijk gaat alles beter met een helm op. Heren, waar wachten jullie op? Heel goed. Er wordt geslagen, er wordt gehouden, er wordt gestoken. En we gaan net zo lang door, tot één van de twee zich opgeeft. Kijk, de heer van Goor is ontwapend, dames en heren. Een fantastisch applaus voor heer van der Dussen. Niet alleen met een paalwapen, maar het ultieme ridderlijke wapen is natuurlijk het... Zwaard! Oké, dat gaan we dus nog een keer doen.
het ultieme ridderlijke wapen is... Zwaard! Kijk! Goed, ja, wie gaat er tegen hem opnemen dan? Goliath! Echt luie donders, die ridders. Allemaal! Allemaal! Ik ga gewoon een salaris door de helft doen. Zoek het maar uit. Het zwaard, dames en heren. Mag ik een fantastisch applaus voor de heer van Utrecht? Ja. En mag ik ook nogmaals een fantastisch applaus voor de heer van der Dussen? Nolan, blijf maar zitten, Nolan. Dag. Oké. Het zwaardgevecht dan. De zwaarden worden in twee handen vastgehouden. Dat doet niet zoveel, hè? Kun je hem eens op zo'n hoofd slaan? Nee! En misschien hier? Hij loopt op zijn been. Hij loopt op zijn borst. Op zijn been misschien! Op het links of rechts? Rechts. Ja! Dit heeft dus niet zoveel zin als je zo'n harnas aan hebt. Maar wij zouden geen fantastische middeleeuwers zijn als we daar niet iets op gevonden hadden. Je houdt gewoon het zwaard halverwege de plat vast. Want waarom niet? Hoe ziet dat eruit? Kijk! Dit is heel anders! Oh, kijk! Oh, blijf even staan zo! Ja! De heer van der Dussen heeft met zijn zwaard in de oksel van de heer van Utrecht. Als je een beetje draait zo, dan kunnen andere mensen dat ook zien. Oh, ja. Dat is niet. Op dit moment zou de heer van Utrecht dood zijn. Ja. Een applaus voor deze twee ridders, dames en heren. Maar stel nou dat je je zwaard kwijt bent. Je moet ontwapen. Wat dan? Dan komt het mesje tevoorschijn. Maar... een mes, een dolk in de handen van een getraind ridder is net als een zwaard. Super gevaarlijk. Ja, dood. Ja. Op een manier. Ze laten hun zwaarden vallen. Ja. En maak elkaar dood. Gelijkspel. Ja, gelijkspel. Een applaus voor deze twee ridders, dames en heren. Maar stel nou dat je je zwaard kwijt bent. Je moet ontwapen. Wat dan? Dan komt het mesje tevoorschijn. Maar een mes, een dolk in de handen van een getraind ridder is net als een zwaard. Super gevaarlijk. Ja, dood. Ja. Op een niet andere manier. Ze laten hun zwaarden vallen. Ja. Ja, maak elkaar dood. Dat is een gelijkspel. Ja, gelijkspel. 1-1. Ja? Heel nog. Oké, dames en heren. Dan wordt het nu toch echt tijd om te kijken wie van deze drie ridders de beste is.
Ja! Ik mag dan wel jarig zijn. En ik betaal vreselijk veel geld voor deze mensen. Dus dan nog. Ja. En dat is alsnog te veel, hè. Dus dan mogen ze ook wel even flink er tegenaan. Vinden jullie dat ook? Ja! Ja? Moeten ze echt gaan vechten? Ja! Maar ik bedoel ook echt gaan vechten? Ja! Jij wil vechten? Ja, ik wel. Hij wil niet vechten. Ik wel. Ik denk dat we het maar hierbij laten. Met welke wapen?